Welkom bij de Ondernemerstafel, een nieuw programma van De Log. Naast mij zit Lot Donders en mijn naam is Julius de Roo. De Ondernemerstafel is een programma van De Log met en door ondernemers. Wij bieden je een beeld van ondernemers, van wat ze drijft en wat ze bezighoudt. Vandaag zijn we te gast bij Christian en ontvangen we ook Marco. Herenmode en chocola zit op het programma voor vandaag. Ja, voor mij een goede combi. Christian, dankjewel voor je gastvrijheid dat we hier bij jou aan tafel aan mogen sluiten voor ons programma De Ondernemerstafel. En ja, dankjewel. En wij starten met het interview met jou. En Marco, als je denkt van hey, daar wil ik ook wat iets op antwoorden, dan mag dat gerust. En anders vragen we het. Ja, herenmode. Wat maakt dat nou zo leuk voor jou? Wat maakt dat voor mij leuk? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik ben er zelf een beetje ingerold eigenlijk. En ik draag natuurlijk zelf. Dus dat maakt al een stuk makkelijker. Maar nee, het is iets waar ik als kind nooit mee bezig was. Althans, het was niet iets waar ik me in verdiepte en waar mijn aandacht direct lag. En echt iets waar ik bij toeval in ben gerold. En door de jaren heen kennis op heb gedaan. Vooral in de praktijk veel ervaring op gedaan. En eigenlijk bij toeval ook in de winkel terecht ben gekomen. En dat is in Tilburg geweest in eerste instantie. En daar heb ik eigenlijk liefde voor het vak gekregen. En voor de herenmode. En dus. Voor de herenmode, ja. Dan zeg je van, goh ja, ik draag het zelf. Als ik zo wel eens om me heen kijk, dan zie ik er zijn heren die zich wel bezighouden met de herenmode. Er zijn ook heren waarvan ik denk van, ja, van jullie interesseert het helemaal niet. Hoe zie jij dat? Hoe kijk jij dat tegenaan? Ik denk dat er meer zijn die het niet heel erg interesseert dan die het wel interesseert. En onze taak om dat verschil een beetje op te krikken en te zorgen dat de mannen zich wel iets meer bezig gaan houden met mode. Dat hoeft niet per se haute couture te zijn en waar je op de catwalk ziet natuurlijk. Maar wel de mannen zich iets meer bewust zijn van wat de mode op het moment doet en wat op het moment in is qua overhemden, qua kleuren, qua broeken, qua pasvormen en dergelijke. En dan hoef je nog niet meteen helemaal geweldig onderlegd te zijn, maar wel je er iets meer met de tijd mee proberen te gaan en soms iets meer naar je vrouw luisteren. En wil ook wel eens helpen. Ja, want zeker. We merken toch dat heel veel mannen hier terechtkomen door hun echtgenoten. Ja, is dat echt nog zo, dat ze door de vrouw gestuurd helaas worden? Helaas wel. Dat die meegaat van... Ja, ja. En ja. Soms is het ook jammer, want soms is het prettig als een man zelf komt en de vrouw zich er niet mee bemoeit. Inderdaad. Want juist daardoor maken ze soms sneller de switch naar iets nieuws en blijven ze iets minder in het oude vertrouwde hangen, omdat mevrouw dat zo mooi vindt. Ja. Dus voor ons is het belangrijk dat ze allebei blijven komen, maar vooral die man die denkt van ja, dat is allemaal niks voor mij en ik hou me er niet zo mee bezig, die moet juist eens binnenstappen, omdat wij ervoor zijn om die manier van denken een beetje te veranderen en hem toch iets meer met de mode bezig te laten zijn. Ja. Wat op de dag van vandaag natuurlijk wel steeds meer een belangrijke rol gaat spelen. Hè? Uiterlijke verzorging, er goed uitzien. Ja, heeft natuurlijk altijd al gedaan, maar ik denk dat sowieso een winkel heel erg belangrijk is op het moment. Zeker in de tijd van het internet shoppen en waar wij gelukkig nog niet al te veel van merken. Maar ik denk dat een winkel heel veel meerwaarde heeft op het gebied van service, advies, de mogelijkheid om gewoon heel veel te passen. In plaats van dat je iets moet gaan bestellen, passen, past niet, sturen terug. Wij kiezen ook bewust niet voor een webshop bij de winkel, omdat we juist die klant in de winkel willen hebben om hem persoonlijk te kunnen beoordelen en te kijken van wat zoek je. En soms komt iemand binnen met een idee voor een outfit, die heeft iets in gedachten en als wij dan op een gegeven moment die persoon eens een beetje beoordelen en kijken naar wat hij draagt en wat wij qua pasvorm in de winkel hebben, qua stijl, dat die meneer met een hele andere gedachte naar buiten loopt en denkt, oh, zo kan het ook. En een beetje afwijkt van het standaard verhaal eigenlijk. Ik kan me zo voorstellen dat jij wel een specifieke klant hebt, hè, die inderdaad zegt van ik ga naar een winkel en ik wil advies hebben en ik ga kijken van wat past mooi bij elkaar. Wie is jouw klant? Wie is mijn klant? Dat is heel divers en dat verandert gelukkig momenteel heel erg. We hadden eerst een klantenkring die vrij klassiek was, maar ook wel op zoek was naar iets nieuws, naar iets modisch van deze tijd. En we merken nu dat er steeds meer jongere klanten binnenkomen. Met jongeren bedoel ik een beetje meer mijn eigen leeftijd, 30, 35 plus. En dat was voorheen meer 40, 45, 50 plus. Dus we merken wel dat die leeftijdsgrens een beetje begint te dalen. En ook dat we qua stijl
steeds iets minder klassiek worden. Dus ja, wie is die klant? Dat is heel erg breed. Dan kunnen we niet zomaar zeggen van ploep, dat is typisch onze klant. Nee, maar is dat wel iets van wat je zegt van, je voert al een tijdje de winkel onder je eigen naam. En bent ook wel je eigen smaak erin gaan zetten, ook qua stijl en qua merken. Ja. En dat je daardoor eigenlijk meer je eigen publiek naar je toe trekt dan wat voorheen het oudere publiek wat binnenkwam? Ja, dat denk ik zeker wel. Zeker die naamsverandering in september vorig jaar, die heeft wel ervoor gezorgd dat we echt wel een andere klantenkring binnenkrijgen. En of juist... een klantenkring die onze klantenkring al was, maar die het zelf nog niet wist. Toen pas op een gegeven moment geprikkeld werd van, hé, ik ga toch eens kijken wat voor winkel het is en er zit iets nieuws. Terwijl dat natuurlijk eigenlijk helemaal niet het geval was. En dat is gewoon heel erg fijn geweest voor ons. En dat maakt het voor ons ook veel leuker en aantrekkelijker om weer op inkoop te gaan. Omdat we nu veel breder kunnen gaan inkopen. En we hebben een veel diversere klantenkring gekregen daardoor. Ja. Waardoor je ook je assortiment daarop aanpast natuurlijk. Ja, absoluut. Het wordt voor ons ook wel weer moeilijker en uitdagender. Omdat we zijn nu ook wel weer een beetje zoekende natuurlijk. Van wat zoekt die klant dan, die nieuwe klant? Hè? En die kan voor een deel al wel slagen. Maar de ene alleen voor een overhemd en een truitje. En de andere voor een complete outfit. Maar we willen natuurlijk de laatste uiteindelijk. Hè, dat iedereen daarvoor kan slagen. En dat blijft altijd moeilijk. En dat zal misschien nooit lukken, maar dat is wel het streven. En daar zijn we nu heel erg mee bezig. Van wat zoeken we dat in nieuwe merken of juist in de bestaande merken? Ja, want wat ik dan wel heel leuk vond, want we hadden elkaar natuurlijk al even gesproken. Jij hebt verschillende Nederlandse labels hier in je winkel hangen, hè? Ja, toch? Toevallig wel eigenlijk inderdaad. Vanuit het verleden lagen er al een aantal labels in de winkel die Nederlandse achtergrond hebben. En een aantal nieuwe merken die we erbij hebben, zoals Cavallaro, Gentiluomo, The Good People, zijn allemaal Nederlandse merken. En die ook voornamelijk de productie in Europa hebben. Dus heel weinig uit Azië en veel Portugal en dergelijke. En dat is per toeval eigenlijk zo gekomen. Ja. En misschien omdat wij vinden dat die merken juist kwaliteit maken en kwaliteit bieden. En dat is ook iets waar je voor op inkoop moet gaan om het in je handen te hebben. En inkoop, dat lijkt mij het spannende erin, is dat je altijd vooruit moet denken in het seizoen. En dat je moet kijken welke trends komen eraan en wat ga ik mijn klant nou bieden. Wat je net ook zei, het is best wel moeilijk om te schakelen, wat wil die klant nou? Ja. Maar je moet ook, dit is ook een seizoensproduct, hè? Ja. Dus hoe schakel je daarop in? De inkoop blijft altijd een moeilijk verhaal, omdat je inderdaad vooruit moet denken. En deels kun je daar een beetje plannen door te kijken naar wat er gebeurt op de catwalks en dergelijke, wat voor kleuren je ziet. Niet zozeer qua stijl, want wat je daar ziet, dat vind je niet terug in winkels. In ieder geval niet in die van ons. Maar wel het kleurbeeld. En daar zie je natuurlijk ook bij de leveranciers. Op het moment dat je binnenstapt in de showrooms, zie je de kleurbeelden hangen en daar wordt een keuze uitgemaakt. En dan is het aan ons om daar een goede mix in te vinden. Ja. Wat ik dan even van de buurman wil weten. Marco, ben jij nou ook een modeman? Ja. Jij loopt ook altijd wel mooi chic in een pak erbij of lekker casual? Casual. Maar wel, ik probeer wel een beetje bij de mode te zijn. Het is niet van mij. Maar door de week ben je eigenlijk gewoon in je eigen, zoals je nu hier zit. Want je hebt natuurlijk je bedrijf. Maar zo gauw ik klaar ben met werken, dan trek ik wel andere kleren aan. Ja. Tenminste, ik kan ook gewoon een jogging pakken als ik gewoon thuis blijf. Maar ik probeer altijd wel... Als je de straat gaat, wel anders. En is dat dan, zoals Christian zei, een opdracht van je vrouw of vind je dat zelf mooi? Nee, vind ik zelf. Altijd gevonden en nog steeds. Mijn vrouw gaat wel altijd mee. Ik vind het toch wel altijd fijn om haar mening, maar ik probeer altijd ook wel iets te zoeken. Al is dat soms ook heel moeilijk, hè, omdat veel merken, je ziet het. Hè, als je denkt van, ik heb iets leuks. Een andere winkel hangt hetzelfde merk ook, hè? Dus dat blijft altijd een beetje moeilijk. Maar ik probeer altijd wel iets te zoeken, leuke combi, wat mij aanspreekt. En eigenlijk niet wat iedereen heeft. Oké. Ja. Als dat lukt. En nou zitten jullie allebei hier in Goorlen. Waarom? Jij bent begonnen in Tilburg, had ik begrepen. In ieder geval met werken. In ieder geval qua kleding dan. Alleen de winkel zat in Goorlen en de mogelijkheid deed zich voor om de winkel over te nemen. John en Mariette Pullens die wilden gaan stoppen. En het was of stoppen of iemand vinden die het over zou nemen. En zij vonden het wel belangrijk dat de persoon die de winkel over zou nemen, dat er iemand was waarvan ze ook het gevoel hadden van er is iemand die onze klant verder kan blijven helpen. En uiteindelijk is het natuurlijk aan mij om te doen met de winkel wat ik wil. Maar ik vond het ook belangrijk om die klantenkring te behouden. In ieder geval zoveel mogelijk. Je verandert op een gegeven moment toch iets. Dus er zal altijd wel iemand afvallen.
Maar dus ja, de winkel zat in Goorlen, dus vandaar Goorlen. En ik moet ook zeggen dat Goorlen heel divers is qua winkels. Het enige waar ze heel weinig van hebben is herenmode. Dus dat is voor ons de uitgelezen kans om, om daar iets mee te doen. Zeker. Ja. En daar voorzichtig mee om te gaan, maar ook... ook weer uitdagend om toch continu te blijven veranderen en ieder seizoen weer iets anders te laten zien. Of het nou door middel van accessoires is of door een nieuw merk erbij of een merk weer totaal anders in te kopen. Dat, ja, dat blijft altijd uitdagend en erg spannend natuurlijk. Omdat het altijd weer een verrassing is als het binnenkomt hoe erop gereageerd gaat worden. Ja. Dankjewel. Nou, we gaan even naar de break. Kijken we even in de chocoladewerkplaats. En dan gaan we verder met het interview met Marco. Marco, nou hebben we al een klein kijkje bij jou achter de schermen mee mogen nemen. Ja. Chocolade, het is heel gezond, wordt er gezegd. Dat zeg je, hè? Ja. Ja. Maar dan vooral zo min mogelijk toevoegingen. Hè? Dus puur, wat vooral bestaat uit cacao, is natuurlijk het gezondst. Hè? Als je dan bij wit komt, dan... Wordt het iets minder, denk ik. Wordt minder gezond. Iets minder gezond en veel suiker. Is het nu ook een beetje een modegril, chocolade? Is het iets wat de laatste jaren volgens mij veel uitgebreider is als die kwattareep van vroeger? Ja, absoluut. Dat zie je ook in de gamma van chocolade die verkrijgbaar is. Hè. Je hebt ook voor de origine chocolades, hè, dus van één regio zelfs chocolades van één plantage. Terwijl er vroeger echt... niet was. Dus daar zie je echt wel een verandering in. En er is ook markt voor. Ja, net als in de wijn zie je dus dat men steeds specifieker gaat. En dan gaat ook het stukje de prijs omhoog en de kwaliteit. En daar kun je eigenlijk wel mee onderscheiden. Ja. Dus, en ik heb dat een keer bij jou mogen zien met een chocoladeworkshop. En dan al die verschillende chocolades proeven. En ook inderdaad met workshops hè, zie je, daar is gewoon meer vraag naar ten opzichte van 10 jaar geleden of zo. Ja. Of misschien wel langer. Ja. Ja. Jij onderneemt hier ook in Goorlen. Hoe leuk is dat? Leuk. Ja, want we zitten nu sinds 2009, dus dat is al stiekem al een tijd, hè? 8 jaar of zo. Ja. En ontzettend leuk en gewoon ook de open chocolaterie, contact met de klanten direct, is gewoon heel erg leuk. Dus je mensen herken je, sommigen een kort praatje en je krijgt natuurlijk ook heel veel positieve feedback van de klanten, dus dat is leuk. En dan Goorlen, een leuk dorp. He, met ook natuurlijk de klanten uit Tilburg-Zuiden, uit Poppel en zo, maakt het natuurlijk heel erg interessant. Ja, het zit ook wel een beetje in de regio, omdat er ook nog redelijk wel wat je ook zegt, dat inderdaad ook uit Poppel en Tilburg toch ook hier naar de winkel toe komt voor de chocola. Ja. Want we hadden ook klanten zeg maar, die eerst bij ons in Tilburg kwamen, komen nu hier in Goorlen. Komen hier naartoe. Ja, want jij hebt die beleving bij jou in de zaak, hè? Ja. Mensen kunnen, zoals je al zegt, ze kunnen kijken wat ik doe, ze kunnen kijken wat we maken. Is dat nou vandaag de dag belangrijk? Want Christian had het er eigenlijk ook al over. Weet je, het advies wat jullie kunnen bieden, kun je niet bieden via een internet of is gewoon, daar zijn wij voor nodig, zeggen jullie eigenlijk, hè? Ja, ik denk dat we een persoonlijke touch aan kunnen geven, weet je wel, door zoiets. Maar ook als een klant iets vraagt, kunnen we het soms direct maken. Maar hoe moet ik het zeggen? Ben het even kwijt. Een stukje service wat jullie verlenen. Ja, precies. En daar kunnen wij ons gewoon in onderscheiden ten opzichte van een fabrieksmatige bedrijf, weet je wel, wat gewoon aan al weet ik hoeveel winkels levert. Ja. Kunnen wij echt ons eigen ding in een winkel zetten en daarmee onderscheiden. Ja. Kleinschaliger en daardoor kun je ook een andere kwaliteit bieden. Ja. Precies. Ja. Ben jij een chocolademan, Christian? Ja, zeker. Ze staan hier op tafel, hè? Ja, helaas wel. Ja, ze roepen. Ja, wij halen onze chocolade inderdaad ook bij hun in de winkel. En gewoon omdat het gewoon... kijk, we kunnen natuurlijk ook in de supermarkt een zak paaseitjes kopen. Maar wat zij doen met smaken en het continue lekker dingetjes, dat blijft toch ook altijd weer... Ja, af en toe roept die winkel zo en denk ik, we moeten eens even gaan kijken om weer eens wat lekkers op tafel te kunnen zetten. Ja. Ja. Heb jij nou ook een uitdaging in je vak om iedere keer toch iets nieuws en iets anders te creëren? Ik wil altijd beter ben je daar ook altijd mee bezig? Ik ben nooit tevreden.
Dus ik wil altijd proberen om iets nieuws. Ik probeer mijn Pasen om maar een voorbeeld. Ik probeer altijd iets nieuws in de winkel te krijgen. En waar haal jij die inspiratie vandaan? Ja, dat is een combinatie social media natuurlijk. Hè. Waar je vroeger bijvoorbeeld voor bedrijven naar Parijs ging, zie je het nu allemaal hè, op Facebook, Instagram. Dus je ziet daar, haal je ideeën van en probeer je eigen draai aan te geven. Ja. Dus om maar een voorbeeld te geven, vorig jaar zag ik een disco dip ei, een hele grote. En ik dacht, dat is grappig, nou heb ik nu een andere variant opgemaakt. Dan heb ik een klein gezichtje opgemaakt en meer voor een kindervariatie. Dus zo probeer ik dingen bij elkaar te zoeken en je eigen creatie. Ja. Er zit ook altijd heel veel kleur bij jou in de winkel, hè? Want je bent natuurlijk ook een seizoensproduct, ja. Hè? En de bepaalde thema's die in het jaar spelen, maar je ziet altijd wel heel veel kleur ook terugkomen van dat wat er op de schappen staat. Ja, dat klopt. Ja. En, dat is ook wel een beetje een trend wat je ziet, zeg maar, hè? Dat er steeds meer kleur wordt gebruikt, ook in de bonbons, hè? Waar misschien 10 jaar geleden bijna niet werd gebruikt, maar door nieuwe technieken wordt er veel meer kleur gebruikt. En, vind ik zelf ook heel erg mooi, dus dat doe ik graag mee. Ja. Om niet te blijven hangen. In hetgeen wat er al is. Ja. Wat eigenlijk overal een beetje geboden wordt. De gekleurde bonbons die wij hebben, ja, toen wij starten, toen hadden we die niet. En uiteindelijk hebben we die toch ingevoerd. Dat was toen coming, weet je wel. En dan denk ik, oh, dan moet ik hier meegaan. Ja. En dan vind ik het leuk, dus dan doen we dat. Ik had je laatst gewoon ook, was je gewoon eieren aan het spuiten. Net als met een autospuit bezig was. Ja, ja. Maar dan sta je gewoon de eieren te sprayen. Gewoon een spuiterij. Gewoon een spuiterij. Autoschade. Ja, maar langs. Deuken even chocolade in strijken, weet je. Gewoon met chocola. Plamuren met chocola. Ja. Nou, ondernemen jullie allebei in Goorlen aan de Tilburgsweg. Samenwerken, gebeurt dat hier veel? Doen jullie dat? Of merk je daar iets van hier in Goorlen? Is er een samenwerking? Direct samenwerken doen wij niet. Alleen ik denk dat dit al een vorm van samenwerking is. Kijk, ik help hem hier direct mee omdat ik gewoon eitjes bij hem koop. Maar nee, kijk, als mensen hier binnenkomen en ze vragen, mensen krijgen een lekker kopje koffie en die pakken een lekker eitje. En ik denk, oh, dat is lekker. En waar komen die vandaan? Nou, dan verwijzen wij ze netjes door naar hun zaak. En ja, en zo kun je elkaar ook een beetje helpen. En zo doen wij dat ook met een gebakje op zaterdag van Bakkers Papens. En dat soort dingetjes. Ja, je doet toch allemaal boodschappen in het dorp. Of tenminste proberen zoveel mogelijk in het dorp te doen. En ja. Ik denk dat je elkaar op die manier al heel veel kunt helpen. Ja, absoluut. Ja. En wie weet inderdaad ooit een keer iets leuks kunnen doen rond de paasdagen of feestdagen. Ja. Ja, want dat maakt je natuurlijk ook al een stuk sterker dan weer. Ja, op een of andere manier. Toevallig als ik daarop in mag haken. Toevallig met Vert zien en horen. Grote paasei gemaakt en daar hebben hun een Facebook-actie aan gekoppeld. Hoeveel paaseitjes liggen er verstopt in de etalage en dan kunnen ze die grote paasei winnen. Ja. Bijvoorbeeld. En bij Verkorven ligt inderdaad ook altijd een schaaltje met chocolaatje, met een visitekaartje. En je hebt natuurlijk denk ik ook wel een winkeliersvereniging hier in de straat. Ja, ja, dus, klopt. Dus ja. Daar zit wel een stuk samenwerking in. Ja, inderdaad. Ja, het is niet dat winkels daardoor direct samenwerken met elkaar, maar er wordt wel overlegd. En wel indirect. Als mensen ideeën hebben, inderdaad, worden er wel dingen zo op die manier bepaald. Ja. 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 Wil ik weer. Over 10 jaar zit je hier dan nog? Wat zijn dan je wensen nog? Wat zou je nog willen? Wat zijn je ambities? Ja, ik hoop met alle respect hier dan niet meer te zitten. Ik hoop dat we dan wel groei door hebben gemaakt. En we hebben altijd dromen en we zijn altijd aan het denken over de toekomst. Wat kunnen we gaan doen? Waar willen we naartoe? Er is een groot gebrek aan damesmode in Goorlen, merken we. In ieder geval wel van een bepaald niveau. En ja, daar zijn dingen waar we wel eens over sparren en over fantaseren. Van ja, wie weet ooit in de toekomst. En ik ben hier in dit pand terechtgekomen en we zitten hier heel erg prettig. Alleen zeg nooit nooit. Voorlopig blijven we hier zitten, maar wie weet hebben we over 10 jaar wel... Als ondernemer sta je nooit stil. Dan doe je iets niet goed. Dan doe je iets niet goed. Dan ga je het ook niet redden. Nee. En van jij, Marco? Als je vooruit kijkt over 5 jaar, 10 jaar? Ja, nou, de winkel zal er zeker zitten. Productieruimte begint toch krap te worden, weet je wel. Want we groeien gewoon heel erg in onze productie. Ja. Want ik zei net wel van winkels, maar ondertussen leveren we ook aan andere bakkers. En die groei die gaat nog wel gestaagd. En als dat zo doorgaat, dan weet ik niet. Is het chocoladeatelier te klein? Ja, daar lijkt het wel op, ja. Ja. Dus, maar goed, dat is nog... Eerst echt uit ons jasje groeien en dan zien we en dan verder kijken naar de toekomst. Ja. Nou, mooi. Ja. Ja. Nou ja, dankjewel voor jullie antwoorden en voor deze leuke middag weer met een opname.
Dan ook weer dank aan alle techniek, want die zie je eigenlijk nooit. Maar die zijn achter de schermen. Daar staat het meeste volk en het hardste werk. Wij hoeven alleen maar te praten en te vragen. Vind je het een leuk programma? Wil je de LOG ondersteunen? Kijk dan op lokaleomroepgoorle.nl. En voor €12 kan je ons een heel jaar ondersteunen. Dank je wel weer voor het kijken. En wij zijn er volgende keer gewoon weer. Dan zijn we er gewoon weer. Tot dan. Tot dan.